Welkom terug. Jij kijkt nog steeds lekker chat. Nou, en hier langs mij zit een baie talentvolle man. Dit is Franco Prinsloo. En hij is, hij doet klop. Hij is een componist, een pianist, een muziekregisseur, een vervaardiger. En hij is eigenlijk een gelees hierop. En hij is ook een koordirigent. En hij is vandaag hier om ons een beetje te vertellen over zijn producties, wat hij bij Artklop gaan opvoeren en deel van gaan wees. En precies wat is zijn rol in alles en ook wat het alles gaan behels. Baie welkom, Franco. Baie dankie. Het is lekker om hier te wees. So, vertel ons dan eerst een beetje, wat is die name van die drie producties waar je betrokken is? Drie van die producties wat ons bij Artklop doen van jaar is, die eerste is In Between, Till Africa and China Meet. Mm-hmm. Tweede een naam is Splinter Ster, en dan laste maar nie die minste nie, Klein Kunst Kunst. En wat is jouw rol in elk een van die producties? Wel, met In Between Till China and Africa Meet het ek van die oorspronkelijke muziek geskryf, muziek wat ons speciaal vir die opera sopraan wat van Hong Kong afkom geskryf het. Met Splinter Ster het ek baie lang terug al met Kobus Kotze al saamgewerk waar die tekst geskryf het, en daarvoor het ek muziek gecomponeer. Cool. En met Klein Kunst Kunstlied werk ek met vier opera sangers van Pretoria, en ek het nuwe Afrikaanse kunstlied digter toonsettings gemaakt. Awesome, man. Wow, het klinkt toch als we naar een beetje iets nieuws om te gaan kijken. Ja. Met je een beetje gerevampen daar zo. Maar kom eens gezellig eens weer In Between. Waar gaan die productie? Wat kan je verwachten? Nou, In Between is een klassieke muziek, contemporaire klassieke muziek vertoning. En ons het samenwerking gedoen, ek en collega van mij Pieter Besaidnout, met die Hongkongse sopraan Jessica Ng en Judy Ho, wat de harpspeler is. En ons het hulle in Suid-Afrika ontmoet tijdens poppenopera wat Pieter gedoen het. En ons het besluit om een internationale samenwerking te doen. En ek en Pieter het vir hulle nuwe muziek geskryf, wonderlijke muziek, gebaseerd op Chinese gedichten en zelfs op Breitenbach Afrikaanse goed. En dit wordt wonderlijk uitgevoer door hierdie twee internationale sterren. Het is zo'n cool combinatie, actually. Is wat ek denk die baie mense aan sal denk nie, maar jy het nou reeds een paar mense genoemd om met wie jy werk. Wie is allemaal deel van die cast? Nou, die sopraan, sy naam is Jessica Ng, die harpspeler Judy Ho, en dan het muziek gecomponeerd door Pieter Besaidnout en dan ook ek, en een wonderlijke kunstenaar was samen mee gewerkt het Sokwan Thai van Singapore, ja. Waar die kostuums en al die beeldmateriaal. Vooral van die beeldmateriaal, jy het baie cool, interessante visuele kunst wat ook samen met het gaan, wat ook nou samen met Sokwan, sê ek het recht? Sokwan. Sokwan yes. Thai, ja. Wat samen met het, wat sy gemaakt het. Dit is nogal baie cool, so vertel ons een beetje meer, like, wat moet jy besluit om dit in te opereer? Ek en Pieter Besaidnout is vir die eerste keer oor Hong Kong toe om van hierdie muziek te gaan uitvoeren bij de Hongkongse Fringe Club. En daar het ons toen nou met Sokwan Thai ontmoet, wat een baie goeie vriendin van Jessica die sopraan is. En sy het al die kostuums toen nou ontwerp en beeldmateriaal gemaakt. En ons het met haar gepraat oor Artklop en van gesê, wel, ons kort nog beeldmateriaal. Sal sy dit doen? En sy het ingestem. Sy is een baie beroemde Singapoorse kunstenaar en doen onder andere werk voor die Japan Vogue. So, het is een groot voorrecht om met haar te werken. Ja. Wow, that is something. En jullie kostuums en decors ook nogal besonders, zou men zeggen. So, hoe het jullie dan gekomen en ook besluit wat jullie gaan gebruiken? Ik denk die idee met die kostuums is om net iets meer of iets kan van bijdragen tot die muziek te kan hê. En ook die visuele elementen van die gedichten wat ons getoond zit voor die productie is bijzonder prachtige tekst. En om dit te enhance en om dit uit te brengen, het ons besluit om baie groot visuele elementen aan die vertoning te geven. Cool, man. En jy is ook, soos ons vroeger gepraat het, jy is deel van die productie Splinter Ster, wat geskryf is door Kobus Kotze. So, waar gaan dit? Wat kan mens daar verwag? Kobus Kotze en ek werk al vir 'n lang tydjie saam. Kobus is een baie goeie vriend van my, en ons het in Suid-Afrika baie spoken word poetry productie saam gedoen. Yeah. Hy werk nou al baie lang aan 'n digbundel en het ook hierdie tekst toe nou geskryf Splinter Ster. En Splinter Ster is 'n multimedia productie wat digkuns, muziek, monoloog, drama, dit is een wonderlijke combinatie van dingen. Ja. En Kobus het die tekst geskryf, Pieter Lombard is die regisseur en het ook die fantastische visuele elementen gemaakt. Die productie steen grotendeels op die woordkuns en dan ook sterk op die visuele. Daar gaan wonderlijke projecties wees. En dan is daar muziek wat ek uitvoer en wat ek geskryf het, maar ook wat Netanya Brink geskryf het. Dus
prachtige gedichten. Ik denk het is nogal iets om naar uit te zien. Ja, jette, man. Het klopt. Twee cool goeders om uit te zien. So, kom eens gaan naar die derde in toe, wat een kleinkunst kunstlied is. So, jij hebt ook jy die productie vervaardigd. Correct. En so, jij die muziek ook gecomponeerd voor hierdie. En wat kan mensen van hierdie productie verwachten? Een kleinkunst kunstlied probeer ons om twee werelden bij elkaar uit te brengen. In die ene hand het jy die kunstlied, die Afrikaanse kunstlied, wat het oude muziek is, wat allemaal zal onthou, wat Mimi Koertse bijvoorbeeld gesing het. Wonderlijke muziek zoals Heimwee en die Sewe Boerneef liedjes. En wat ons probeer doen met kleinkunst kunstlied, is om daar die twee werelden te verenigen. Een van die wonderlijke kunstlied, skat wat ons het, ja. En dan nieuwe, sogenaamde kunstlied. Ja. Wonderlijke gedichten van Breiten Breitenbach, W.E.G. Lau, wat ek getoond het uit vir die productie. So, die uitvoering is een gesprek tussen hierdie twee, die oude traditie en die nieuwe traditie. So, is een mooi middelpunt van die twee dinge. Wel, dit klinkt al drie actually besonders en partij van die combinaties die we daar bij elkaar sit, dit klinkt rarig baie cool. Ek seker allemaal sien uit daarna, maar as hulle meer wil uitvind van waar hulle het kan sien en waar hulle van jou werk in die handen kan kry, waar gaan hulle sien waar hulle jou by Artloop kan kry? Yes, ek dink die beste ding wat die mense moet doen is om te gaan op Facebook bloot. Ek het een page op Facebook, Franco Prinsloo Composer, waar hulle alles kan sien. Ek post graag dinge daar. Dan het ons ook een Facebook page vir In Between, as ook vir Splinterster. Okay. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket vir Artloop, maar ek dink krijg jou feestgids. Al die informatie is in die feestgids. Ek sien nogals baie uit naar. Awesome, man. Wel, dit klink of het definitief jou deel van Artloop van baie cool is. So, ek hoop mense sien uit daarna. Maar ons is nog nie klaar met Franco nie, so bly net waar jy is. Dacht ons net gaan een bietjie luister na Shortstrop.